Dit is een bespreking van het tweede stukje van paragraaf 8 van boek 25. In het voorafgaande is verteld dat Nico en Philomenes, twee jonge mannen uit Tarente, onder het voorwendsel van een jachtpartijtje naar het kamp van Hannibal zijn gegaan en naar Hannibal worden toegebracht. Met qui wordt verwezen naar Nico en Philomenes. En omdat qui in de nominatieve staat, betekent dit zijn de hoofdpersonen van deze zin en ze gaan iets doen. In dit geval hadden ze iets gedaan, cum exposuescent, toen zij uiteen hadden gezet zowel A als B. Toen zij hadden uiteengezet zowel de redenen consilii van het plan, van hun plan, consilii sui, en uiteen hadden gezet quid pararent, wat zij aan het voorbereiden waren, wat zij van plan waren. Con laudati, PPP, geprezen zijnde en overladen zijnde, nog een PPP, promissies met beloften, jubentur, worden zij bevolen, letterlijk, dat zij deden, dat zij bewerkstelligden betrouwbaarheid bij hun landgenoten, dus bij de inwoners van Tarentum. Ze krijgen dus van Hannibal het bevel om een betrouwbaar verhaal op te hangen in de stad. En de inhoud van dat verhaal staat in de rest van deze zin vanaf daar met een aantal ACI's. De eerste ACI is C. egressos, dat zij waren uitgegaan, de stad uitgegaan, praedandi causa, om te roven. Dus ze hebben alle verhalen opgehangen dat ze gingen jagen. Ze moeten nu het verhaal vertellen dat ze gingen roven. Dat ze buit gingen behalen op die Carthagers is natuurlijk de bedoeling. Dat zij voerden, dat ze voerden, de tweede ACI. Leidend voorwerp daarvan zijn pecora, stukken vee, vertaald hier als vee. Vee van de Carthagers, vee, quae essent, dat was, stukken vee, die waren. Propulsa, vooruitgedreven om te grazen, dat ze die ad urbem agere, dat ze die naar de stad, dus naar Tarente voerden. Promissum est, er is beloofd, daarvan afhankelijk nog een ACI. Eos facturos esse, moet je aanvullen, dat zij dit zouden doen, dat ze dit zouden kunnen doen. Tuto, veilig, is een bijwoord en zonder strijd. Dus ze mogen dat vee, mogen ze van Hannibal zo meenemen zonder gevecht, om in Tarente de indruk te wekken dat ze van de Carthagers dat vee gestolen hebben.